Wie is in dit land gemachtigd om iets wat ik vertrouwelijk meedeel aan een commissie, om daar beslag op te leggen? Dan heb ik gezegd, niemand. Stef Wouters met het nieuws. Goedenavond, welkom. Het gerecht van Brussel moet alle dossiers van de commissie Adriaanses teruggeven. Dat staat in het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling over operatie Kelk, waar het gerecht nu al zo lang zo geheimzinnig over doet. Onze redactie heeft de inhoud van dat arrest uit goede bron vernomen. Het gerecht had een tip gekregen dat de kerk sommige dossiers over kindermisbruik niet aan de commissie had doorgespeeld. Maar dat gaf de onderzoeksrechter niet het recht om de dossiers die daar wel lagen mee te nemen. Dat was een zware fout. Operatie Kelk gaat van start op 24 juni in Mechelen. Speurders vallen binnen bij het aartsbisdom en nemen alle dossiers mee over seksueel misbruik door paters en priesters. De onderzoeksrechter is op zoek naar bewijzen dat het aartsbisdom bepaalde gevallen in de doofpot heeft gestopt. Op dezelfde dag valt het gerecht ook binnen bij de commissie Adriaanses in Leuven. Die commissie heeft dan al 475 vertrouwelijke getuigenissen verzameld van slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. En ook die dossiers nemen de speurders allemaal mee. En dan begint binnen justitie het getouwtrek. Uiteindelijk beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat de huiszoeking bij de commissie Adriaanses buiten proportie is. In het arrest staat dat die getuigenissen onterecht zijn meegenomen en dat dit deel van het onderzoek nietig wordt verklaard, omdat de onderzoeksdaden in verhouding moeten staan tot hun doel. Een kaakslag voor de onderzoeksrechter, want hij moet nu alle dossiers van de commissie Adriaanses teruggeven. De slachtoffers reageren opgelucht nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling hun dossiers weghaalt bij de onderzoeksrechter. Ik ben gelukkig in eerste instantie voor mezelf, maar zoals iemand iets terugkrijgt dat hem ten onrechte ontnomen is. Het is nog maar de vraag wat er nu met die getuigenissen zal gebeuren, vermits de commissie Adriaanses ondertussen gestopt is. De commissie kan terug opstarten. Niet alleen met die 475, maar hopelijk ook met de 283 ten onrechte in beslag genomen dossiers van Rick de Villet. De dossiers die in beslag genomen werden bij het aartsbisdom blijven voorlopig wel bij onderzoeksrechter Wim de Troyes. Hij moet nu aangeven in welke richting hij zijn onderzoek wil sturen. Tot nu toe is er in operatie Kelk nog niemand in verdenking gesteld. Ja, en we praten hier in de studio met Peter Adriaanses zelf van de vroegere commissie Adriaanses. Die dossiers komen terug, niet naar u, maar naar waar ze meegenomen zijn. Bent u tevreden? Wel, het is moeilijk om echt tevreden te zijn. Het zal een beslissing blijven waarbij er altijd een deel mensen ongelukkig zijn. En voor de goede verstandhouding, 475 dossiers. Wij hadden aan ruim 70% van de mensen al schriftelijk gevraagd wat hun wens eigenlijk was. En dan moet je toch goed voor ogen houden dat ongeveer een derde, een 100, 150 mensen wensten dat wij justitie zouden informeren. En dat er twee derde, een 300 zijn die dat absoluut niet wouden. Dat wil zeggen, beide ploegen zijn aanwezig. Ja. Dat vandaag er dus ook mensen ongelukkig zijn als zij horen dat de dossiers weggaan. Dat hangt tenminste. Want die mensen kunnen natuurlijk nu denken van onze dossiers worden weggehaald bij justitie. Kunnen we die nog wel ooit terug bij het gerecht brengen? Dus dat denk ik dat echt de technische vraag nu zal worden. Wat is het statuut van dergelijke dossiers als zij terugkomen? Hebben mensen het recht om op dat ogenblik toch terug te beslissen, maar ik ga er wel mee naar justitie? Of zijn ze voor eens en voor goed nietig in het onderzoek? Er zijn natuurlijk ook die vele andere mensen die van in het begin hadden gezegd, we willen absoluut uitdrukkelijk een goede zaak, maar het gaat hun vertrouwen natuurlijk niet herstellen. Nee, ik denk dat we geen abstractie kunnen maken van wat er in de voorbije weken gebeurd is. Dus dat we ons toch wel moeten realiseren dat de relatie tussen justitie en zorg, dat die aangetast is. Ja. En dat dit niet alleen maar opgelost is door dossiers terug te bezorgen. Maar hoe is dit eigenlijk kunnen gebeuren? U hebt dat nu van op de eerste lijn kunnen volgen. Er zijn er die zeggen een afrekening, een straatgevecht tussen vrijzinnigen en katholieken binnen het Brusselse gerecht, waar u en slachtoffers dan
tussen verpletterd werden? Goh, ik wil het toch niet zo eenvoudig zien. De ploeg die daar het onderzoek doet, de celpedofilie, is een ploeg die ik ook ken als mensen die, net als wij, met hardnekkigheid de waarheid willen vinden. Mm-hmm. Dus over de intentie heb ik eigenlijk geen reden om zomaar te twijfelen. Ik denk dat we inderdaad slachtoffer geworden zijn van de vele verdachtmakingen die er waren. Ook al die vermoedens dat die commissie toch stiekem afspraken had met kardinaalbisschoppen en weet ik wat. Voor mij blijft vandaag nu eigenlijk de hoofdvraag: wat is het materiaal dat de onderzoeksrechter heeft doen starten? Want ik denk dat een onderzoeksrechter een begaafd man is, dat hij een complete ploeg niet zomaar op een zeepbel in werking zet. En dat eigenlijk nu de vraag komt: maar wat is de getuigenis, wat is het materiaal? Ja. En is er daarin dan misleiding geweest? Juist. En nog één vraag waar ze zeker in gerechtelijke kringen nog mee zitten en die ze zullen proberen op te lossen. Is er inderdaad ooit een doofpotoperatie geweest? Hebt u dat ervaren? Ik heb geen doofpot ervaren. Concreter nog, heeft kardinaal Daniels geprobeerd om sommige dossiers bij u weg te houden? Bij mij weg te houden? Nee, absoluut niet. Maar het onderzoek moest gebeuren over de voorgeschiedenis. Mm-hmm. Heel die voorfase tot begin jaren 2000, dat onderzoek waren we nog mee bezig. Maar wij zelf als commissie, daar kan ik voldoende duidelijk maken, altijd. Wij hebben in onafhankelijkheid kunnen werken. Dank u wel voor de toelichting, meneer Adriaanses. En dan de politiek. Het dossier.